Hebben jullie wel eens van een boeknoek gehoord? Een boeknoek? Dat had ik ook niet. Maar ik ga er wel een maken. En omdat jullie hebben aangegeven dat je het wel leuk vindt om te zien wat ik doe, ga ik het filmen. Ja. Dit wordt de maat van de boeknoek. Vreemde maat. Maar wat is nou een boeknoek? Dat is in feite, dit is wel een beetje groot, is het een formaat van een boek, maar het is een kijkdoos die je tussen je boeken zet en dan is het een 3D landschapje. De basis is 4 planken waarvan we 2 helften aan elkaar gaan maken zodat ik hem kan opbouwen. Jullie zien het zo. Nou, Geer heeft hem in elkaar gezet. 2 helften. En zo ga ik ze opbouwen. Thank you.
gebruiken een oude spiegel die Nick staat te doen in de gym. Ik zal jullie dadelijk laten zien waarom. Kijk, ik heb gisteren dit ingesmeerd met spachtel. Het trapje heb ik vastgelijmd, heb ik ook ingesmeerd met spachtel. Dat is de basis van de vloer, besneeuwde vloer. Die komt hier tegenaan. Deze komt dan op de muur, zo. Als je naar de boeknoek inkijkt, dat doe je dus dan zo. En je neemt de spiegel en die zet je erin. Zo. Dan is het net alsof je de hoek omkijkt, het straatje in. Zie je? Nou, dan gaan we weer verder.
Thank you.
Oké. Voor zover het kan. Want de sneeuw is nog nat op sommige plekken. Is deze kant klaar? Ik heb hier nog een hekje aangebracht. En een lampje. Daar moet nog sneeuw op. In ieder geval doet alles het. En ik heb dus in deze toren, die twee verdiepingen, heb ik lampjes ingebracht. En hier buiten is het nog een chaos, want hier hangt het hele zeultje. Dat moet ik nog wegwerken achter de spiegel. Wat hier los hangt, dat komt op het plafond, op het hemeltje. Dat moet ik nog zwart maken. En nu ga ik deze kant doen. Want, zoals jullie weten, is het een boeknoek. En een boeknoek is dus een heel smal doorkijkje. Wat het idee geeft dat je een hele lange straat inkijkt in mijn geval. Of een hele grote dikke jungle of nou ja, wat je ook maakt. En die moet dus tussen boeken staan. Zodat je ineens tussen je boeken een doorkijkje hebt. Dat is een boeknoek. Nou ja, mandje heb ik al klaar wat ik heb gemaakt. Hier. Dat mandje moet nog ergens staan. Het komt ergens hier of hier. Aan het wel zien. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Het is echt gewoon alleen maar papier, piepschuim en karton. En OSB-plaat en een spiegel. En natuurlijk verf en spachtel en ledlampjes. En dit is van een oude armband die ik... Een bedelarmband die ik tegenkwam bij Erik Schelpen. Die kleine bedeltjes die gebruik ik voor van alles en nog wat. Moet ik ook nog ergens een uithangbord kwijt. Want ik heb nog deze. Die heb ik, had ik eerst opgehangen, maar die heb ik weggehaald. Ik heb hem wat kleiner gemaakt. Dus die wil ik aan de linkerkant ergens hebben. En van die plastic dopjes, een oude troep die ik altijd bewaar, heb ik dus die lampjes gemaakt. Die en die. Ja. Hij is wel heel gaaf geworden, ik moet zeggen. Dat gewoon een beetje spachtel en verf. Jezus, daar kun je zulke leuke effecten mee bereiken. Nou, ik ga er weer mee door.